Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Het is vandaag maandag. Wow, what a long time for me. Ik heb 2 weken niet gevlogd, want ik was 1 week lang dood en doodziek. En daarna ben ik op wintersport gegaan en was ik zo kapot en zo moe dat ik gewoon wilde bijkomen, weet je. En dat heb ik gedaan en ik voel me weer helemaal top, ik voel me helemaal herboren. Ik zat echt even in een soort winterdipje. Ik zag het allemaal even niet meer zitten. Maar I got all my energy and positivity and everything I am heb ik terug. Dus ja, het is gewoon heel fijn. Ik word ook gewoon heel blij als ik wakker word. Dat er lekker een zonnetje schijnt. Dat is toch wat je wil. Dus ik had gisteren heel gezellig een lunch in Amsterdam bij Ted's. Daardoor had ik nog gekruld haar. Ik heb dit groene trui aan met de groene trui met het leren broekje en deze laarzen van Concord Fashion, truisje, kel, broekje. Dat was ook Concord Fashion. En ja, ik ga vandaag weer lekker naar werk. We hebben dus een nieuw kantoor, want echt een maze schijnt te zijn. Dus daar heb ik echt super veel zin in om het te zien en lekker te gaan werken. Dus helemaal top. Ik ben deze week trouwens alleen, want mijn ouders zijn nu op wintersport. Dus dat is echt fucking chill. Gewoon even lekker een weekje alleen thuis. En helemaal top. Ik heb gisteren een fles rode wijn op. Met Stan. Living my best life. Love it. Alright, het is eigenlijk alweer bijna 5 uur. En ik ga zo naar huis. Maar we hebben dus een nieuw kantoor. Dus ik ga even een roomtour geven. Het zit op echt een super leuke locatie. Maar hier is de deur. En dan hebben we hier de lunchhoek eigenlijk een beetje. En een super leuke lamp. En een mooi plafond hier. En dan zo het keukentje. Helemaal chill. We hebben zelfs een mini afwasmachine. Spiegeltjes. En dan hebben we hier nu de desk area. Er moet nog een tafel bij. Want het is nu een beetje krap met elkaar. Met z'n allen. En we hebben lekker uitzicht. We hebben in de middag ook lekker zon. Oh, zon in het kantoor. Dus dat is ook heel chill. En we hebben ook nog gewoon een bankie. Lekker chill hoekie. Spiegeltje, kastjes. Helemaal chill. Dus I love it. Oké, ik ben thuis. Ik heb eigenlijk helemaal niet gezegd. Maar ik ben deze week alleen thuis. Mijn ouders zijn op wintersport. Ik ben net geweest en nu gaan hun lekker. Dus van chill. Wat ik ga maken is een salade met kip. Ik dacht ik kom van mijn werk. Ik heb geen zin om hele maaltijden te koken. Dus ik zag dat ik nog kipsnitzels had liggen in de koelkast. Dus ik ga gewoon even een lekker saladetje maken. En helemaal kut. Mijn kat heeft gepiest op dit kleed. Gadverdamme. Dus ik ga even een saladetje in elkaar flansen met... Oh, het is een vegetarische kaasnitzel. Toch een kipsnitzel. Nou ja, kan ook prima. Ik vind het helemaal prima. En ik heb een fles rode wijn gehaald. Want ik heb deze verslaving aan rode wijn. I don't know what the fuck it is, but I really like it. Dus ja, ik ga het even maken. Nou, ik heb er een prachtige salade voor gemaakt. Geen idee of het lekker is. Ik zie het al. En ik heb lekker een glas rode wijn. Yum. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag en het is bijna 9 uur en ik ga lekker sporten. Ik ga het weer oppakken, ik ben echt 2 weken niet geweest omdat ik eerst ziek ben geweest. Toen vakantie ging natuurlijk, dus ik ben er helemaal uit. Maar daarom vind ik het chill dat ik lekker met Nien en Anne ga. Ik heb hier een lekkere ijskoffie voor mezelf gemaakt. Lekker met karamelsiroop. Ja, dus een suikervrije karamelsiroop besteld op Zero Calories ook, op bol.com. Als je gewoon intypt karamelsiroop, dan komt dit echt meteen bovenaan. Dus yum. En ja, lekker met havermelk. Maar ik ga nu rijden, want ik moet kort over bij de sportschool zijn. Ik moet nog even een kwartiertje. Nou, het is echt 5 minuten rijden, maar ik ga gewoon tijd weg. Alright, het is inmiddels 11:30. Ik ben terug van sporten. Ik heb lekker gedoucht en me omgekleed. Ik heb dit superleuke outfitje aan van Refined Department. Love de trui met de tas en een leuk kort broekje erbij. Helemaal leuk.
Ik ga nu naar Alphen. Ik ga even een bos bloemen halen voor Sjans ouders. Omdat ik mee mocht op vakantie. Dat vond ik helemaal leuk. Dus ik ga een bos bloemen halen. En ik ga wat eten halen met Nina en Anne. Dus ik ga met hun gezellig. Dus ja, en vanmiddag moet ik ook nog even aan school zitten. Dus helemaal top. Nou, ik ben met de meiden. We hebben een lekker Subway. Zo, ik heb jou lang niet zien vloggen. Nee. Nee. Ik heb echt lang niet bij. Maar jij hebt mij sowieso lang niet gezien. Mm-hmm. Ja, bedoel ik. Ik ga even een mini mukbangetje doen hoor. Mmm. Lekker. Ik heb chicken teriyaki. Guacamole. Jalapeno. Helemaal shit. Vind je die saus pittig? Nee. Perfect. Maar wel een beetje een pittig randje, maar wel lekker. Ja, perfect. Ja, maar ik kan het wel aan. Door haar. Ja. Ik wil echt leren eten. Echt een opbouwende... Pittigheid. Maar die guacamole is ook lekker erbij. Mm. Ja, lekker juicy. Dat maakt het heel fris en heel zacht of zo. Heel juicy. Zo'n brood is echt fucking lekker sappig. Oh, happy. Ja. Maar ook goed. Nu heb ik een cheesesteak. Die ga ik volgende keer een keer nemen. Steak en cheese. Oh ja. Cheesesteak. Mmm. Ja. Maar het is wel een hele andere smaak weer. Nee. Maar, hoezo noemen ze het steak en cheese? Nou, het is steak en cheese. Er hoort echt gewoon kaas bij, dat zeggen ze gewoon al. Ja, oké. Okay. Ze vragen ook gelijk wat voor kaas wil je erbij. Eigenlijk hoort er voor mij gewoon andere van die plakjes overheen, maar dit is wel lekkerder. Ja. Mozzarella. Cheddar mix. Dat is ook weer perfect. Mm-hmm. Ik vind het alle twee zo lekker. En de brood. Ja, ik heb nu al de ene helft op bijna. Ja. Dit is het lekkerste brood. Italian herb and cheese. Maar er zit gewoon lekker kruiden aan. Mm-hmm. Hij kan ook zo lekker praten over eten. Ja. We hadden zo'n honger, dat is niet normaal. We hebben gesport. Ja. Ik heb altijd honger. Dus ik ook. Je moet straks nog een paar hapjes nemen hoor. Want... Ja, ik ben benieuwd hoe opkijken. Mm-hmm. Ik wil ook nog een loempje halen. Ja, nee. Oh ja, wat ook doen voor jou, maar nee. Maar dat is omdat je dan heel veel honger hebt. Ja. Maar op dat moment wil je van alles eten. Wil je opeens alles. Het liefst wil je 3 broden. Ja. Ja. En als we die kraam zien staan, dan kan ik het niet tegenhouden. Dat is zo lekker. Dat is zo lekker ook. Heb je er nooit hierop? Wel? Ik wel. We hebben liggen drinken erbij, hè? Nee, kut. Ik zat ook aan het drinken. Mm-hmm. Heb je ook geen water in je auto? Oh mijn god. Wat heb je aan? Het staat er niet aan bij. IJskoude Fanta. Fuck. Hoe dan? Hoe kom je hier nou weer ineens aan? We hadden het toen meegenomen naar daarna. Dat is zo typisch Anne dit. Die heeft altijd heerlijk. Weer van alles in... Hoezo is dat ijskoud trouwens? Ja, hij is ijskoud. Gewoon een nacht in mijn auto liggen. Mag ik ook. Oh, maar dit is nodig. Iets met prik. Ik had ook geen zin in cola zo. Gewoon lekker Fanta. Nou, dit brood. Ja. Precies voor jou. Ja. Hier. Ik heb in die jalapeno zo lekker spicy. Ah, oh, het is mijn leven. Mijn leven. Mijn leven. Wat is dit dan? Het zit er bij mij op. Paprika? Paprika. Ja, paprika. Ja, paprika. Het zat in het vlees. Oh, ja. Nee. En je, hoe heet die vrouw van de sportschool? Ria. Zij is schattig, hè? Ik kom uit Leien. En dan zeg ik altijd, ja, toch niet dan. Mm-hmm. Ik zeg, ja, toch niet dan. Ik vind het niet of ze... Zegt ze dat? Ja. Ik vind niet of ze uit Leiden komt. Nee. Wat dan mee? Komt ze elke dag vanuit Leiden naar daar? Ik denk dat ze in Leiden geboren is. Opgegroeid. Nee, ik vind de cheesecake lekkerder. Ja? Ja. Ik durf het dan niet te zeggen tegen jou dat je dat moet nemen. Want straks vind je het niet lekker en dan zit je een heel brood te eten met dit. Ja. Dat is toch voor de volgende keer beter? Maar in principe lust ik alles. Maar het is gewoon lekker om af te wisselen. Ja. Kip en steak. Ik ben benieuwd, wat nemen jullie? Alder. Hun. Oh, ik dacht, je weet toch wat we nemen? Trut. Nou, uithul. Laat even weten in de comments, wat nemen jullie altijd met Subway? Ja. Misschien hebben we... We gaan een Subway mukbang doen. Ja. Dan gaan we allemaal soorten broden en dan kunnen we gewoon een keer taste doen. Want misschien zitten we altijd... Veel lekker is dus, wat we gewoon niet weten. We willen ook een keer die wrap proberen, maar dat hebben we nooit gedaan. Dus we weten niet of het dan lekker is. Dus. Ja. Ik durf dat brood er niet, gewoon niet voor te laten liggen. Nee. Pim op. Ja? I'm so fucking...
tevreden, happy jongens. Ik weet niet wat het is. Ik heb zo in de dip gezeten. En I'm so freaking happy. Ik weet niet. Ik ben zo gelukkig. Ik ben zo blij van de zon. Het is niet normaal wat dat met je kan doen. Het is niet normaal. Het is niet normaal. Ik heb een leuke dag gehad. Net iets in de push. Cool. Ik heb alweer een nieuw outfit aan, maar dit ga ik morgen aan doen. Ik ga nu finally mijn nagels laten doen, want my god. Check dit. Het kan echt niet meer. Maar ik moest eigenlijk voor mijn vakantie al doen. En toen was ik ziek. Ik ga nu mijn nagels doen. En daarna ga ik door naar Stan. Het is helemaal gezellig. Fuck, toen moet ik wel mijn kat eten geven. Wow, ik heb best fucking veel verantwoordelijkheden. Oké, ik ga even mijn katje naar binnen doen. Ik heb dit mooie bos bloemen gekocht. Er stond ouders een kaartje bij. Leuk. Alles goed op slot doen, want I'm not at home. Nou, ik zou naar mijn nagels gaan. Word ik afgebeld. Loop ik hier nu nog een week mee. Wat een drama. Ik ben nu in ieder geval bij Stan. Ik ging net even lekker live op TikTok en het was zo gezellig. Ik ga het vaker doen. Follow me on TikTok als je me nog niet volgt. En ik heb honger, dus ik ga snel. Hallo allemaal, het is alweer woensdag. Ik was mijn vlogcamera vergeten. Het is nu weer 3:30 s'avonds. Ik kom thuis van werk. Stan heeft boodschap gedaan. Die komt elk moment aan. Ik ga weer wraps koken. Maken met kip. En ik eet olijven. Zo lekker. I love. Oh, I love it. Ik heb iets besteld van mijn 21 dinner. Maar ik ga het niet laten zien. Het is heel leuk. Trouwens, nee, dat kan niet. Want mijn 21 dinner is nog niet geweest als deze vlog online komt. En ik wil niet dat mensen het zien. Maar ik ga het even openen en bekijken. Nou jongens, we gaan lekker eten. Ik heb lekker kip. En we hebben wraps en allemaal lekker toppings. Dus we gaan lekker smikkelen. Een lekker flesje. Nee, een glas rooibeen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik ga lekker sporten. Het is bijna 8:30. Lekker vroeg. Gisteren heb ik lekker gegeten met Stan. En iets te veel rode wijn op. Ik ging ook weer live met jullie. Ik heb zo gelachen. Het was zo leuk. Live op TikTok. Als je me nog niet volgt, follow me. TikTok. Sarah Voert ook gewoon. Alles Sarah Voert. Instagram. Everything. Maar echt zo gelachen weer. Love it. Ja, ik heb net koffie gemaakt. Het smaakt naar stront gewoon. Ik weet niet wat de fuck er is gebeurd, maar... What? It's a really weird taste. Ik ben iets te laat, dus ik ga snel doorkaren. Nou, ik ben weer terug van het sporten. Het is nu 10:00. Dat is fucking chill. Dat je gewoon lekker op tijd sport. Dat je gewoon nog heel je dag hebt. Ik ga nu snel douchen. Vandaag, nu komen er zo leuke dagen aan. Vanavond gaan Nina, Anne en ik uit eten bij een superleuk restaurant. Het heet Bellaza. Het is echt een soort experience met fine dining. En dan krijg je elke keer een andere kamer en zo. Nou, ik ga het ook allemaal vloggen. Daarna gaan we uit. Het is nog voor Nina de verjaardag, want ze was afgelopen zaterdag jarig. Dus fucking leuk. En dan morgen gaan we sporten. En dan heb ik een borrel op werk. Gaan Anne en Nina ook mee. Gaan we daarna nog een keer uit in Amsterdam. Dag, gaan we nagels eindelijk doen. En dan gaan we waarschijnlijk weer uit. Dus het wordt helemaal chaosweek. Maar wel fucking leuk. Ik ben helemaal benieuwd. Volgens mij heb ik helemaal niet mijn outfit laten zien. Maar dit is de outfit. Ik ben echt obsessed met deze top. Met deze leuke leren broek erbij. Gewoon sneakers. En dit tasje. Hoe leuk. Meiden gaan lekker uit. Ik ben gewoon letterlijk sinds de zomer zo. Sinds de zomervakantie niet meer uit geweest. Holy shit, dat is gewoon juli of zo. Het is nu maart. Ik ben heel benieuwd. Het is niet echt. Zeg maar, vroeger leefde ik echt vooruit gaan. Echt clubs als mijn leven. En nu ik heb echt geen idee hoe ik het ga vinden. Misschien is het wel hartstikke kut. Nee, dat kan niet. Het wordt fucking leuk. Ik heb eigenlijk meer zin in het restaurant. Lekker maar met girls. Maar misschien wordt het wel fucking leuk uitgaan. Ik weet het allemaal niet. We zien het wel.
Oké, we zijn in het restaurant. En het is, ja, het is nu al leuk, maar ja, we gaan dus door allemaal zalen heen. Nee. Wat was er nou? Amuse, hemel, amuse, water, air. Oh, dit is de amuse, water, lucht, aarde, vuur, hemel. Ja, dus je gaat er allemaal hemel is misschien een toetje of zo. En ja, we zitten hier in deze mooie zaal. Die wolken en zo leuk. Ja, dus het is voor Nien verjaardag. Zo benieuwd. Oké, we hebben de eerste gang, dus een amuse. Het is een, wat was het alweer? Soto soep. Je moet het dus met een lepeltje moet je het helemaal naar beneden, moet je een hapje van alles nemen. Ja. Dat je alle lagen hebt, zeg. Ja. Ah, ik was veel rustig. Jongens, ik zie. Mevrouw, de champagne alweer op. Oh, kijk die nu champagne. Oh, ik vind het zo leuk. Joh, het is echt een aanrader. Wacht, ik ga even laten zien hoe het heet. Want dit verdient... gang op, maar het is nu al een aanrader. Oh, die eerste gang was zo lekker trouwens. Dit is het restaurant. Echt een aanrader. Holy shit. Oké, we hebben de eerste gang. Dat is zeebaars met avocado. Nee, eerst een slokje nemen. Ja, je moet eerst... Dus, we hebben allemaal wijn per gang. Dus je moet eerst een slokje wijn nemen, dan eten en dan weer een slokje wijn, zegt die vrouw. Dat is een hele goede wijn dus. Mm. Oh jongens, het is zo niet normaal lekker. Alles heeft zoveel smaak. Het is echt geweldig, eerlijk. Echt bizar. Het is niet normaal. Het is bizar. Het is zo lekker. Ik hou zo lang. We hebben nu al een beetje een vrijgezien. Garnaal. Met chorizo. Heel apart. Maar die combinatie dat vind ik heel erg. Het is zo mooi hier. I love it. Kijk dit dan, is toch weer normaal. Wat is het? Zijn het sterren? Het is de lucht. Het zijn allemaal luchtdeeltjes. Zie je van die stofjes die in de lucht zitten? Ja. Oké, we hebben de tweede gang. En we zien hier echt super grappige garnalen. Ja, maar die foam is gemaakt van groente. Is het warm? De foam is groente. De foam is gemaakt van groente. Hoe doe je dat? Ja, nobody knows. Nee, dat is niet helemaal beter. Dat is zo leuk. Lekker? Is het lekker? Heeft het smaak? Het is een soort pasta ook eronder. Nee. Oké, de volgende gang. Wat is het? Nee, dat moet ik nog uitleggen. Ik moet nog uitleggen. Maar ik zal het alvast een klein beetje... Neem maar even spieken. Dit is aarde. Dit is aarde. Skrei. Dit staat in het Engels, ik weet niet wat skrei is. Met zwarte knoflook. Zwarte knoflook. Zwarte knoflook. En champignons. Lapsang. Oké, ik heb geen input. Oké. Let's taste. En we hebben weer een broodje. Je denkt zo'n kleine hapjes, maar ik zit er gewoon al bijna vol. Nee, het is want je hebt vies, elke keer gewoon een broodje erbij. Oh, dat vind ik een leuk liedje, ja. Oké, we zijn bij de volgende gang aangekomen. Dus met vlees en spruitjes en allemaal lekkere dingen. En dit is de gang met vuur. Met de vuur? En we hebben rode wijn nou, om even mijn verslaving door te zetten. En nog dronken te worden. Ja. Oké, we zijn nu in de dessertkamer. We hebben de dessert en we zetten dit. Mooie kaars, ook wel lekker snoepjes. En het plafond, super mooi. Echt bizar. Nou, we zijn nu in de tram onderweg naar de club. Dit is een andere mondkap. En dat is Nina de mondkap. Ze lijkt wel geblinddoekt. Nou, wij gaan naar de club. Ik heb geen idee of het leuk wordt. We zien het wel. Hoe leuk was het uit eten? Fucking leuk. Heerlijk gegeten. Je moet gewoon blijven zijn. Oké. Het is vandaag zaterdag. I know, ik heb een dag overgeslagen. En dat komt omdat ik gisteren zo naar de kloten was. Nou, dat was gewoon niet normaal.
ik wist niet eens dat een vlogcamera bestond. Nee, dat wist ik wel. Maar gewoon niet over nagedacht. Het was maar zo. Iedereen is na het uitgaan bij mij hierheen gekomen. En toen hebben we hier nog lekker gegeten en zo met z'n allen. Toen ging ik pas om 6:30 slapen. Toen werd ik om 11:00 wakker door Daan. Want die moest naar de fysio. Dus die moest mijn auto lenen. Daan was ook blijven slapen met Nina en Anna. Dat was blijven slapen. Dus je denkt, waar is Stan in het verhaal? Stan, die moest om 6:00 werken. En wij waren om 6:00 nog wakker. Dus wij hebben nog met hem gefacetimed. Terwijl hij gewoon al op werk was. Holy shit. En ja, toen werd ik om 11:00 wakker dus gedaan. En toen was ik gewoon nog straal en straal bezopen. Echt iedereen gewoon nog dronken. Dus ja, toen heb ik echt zitten kloten. Toen kon ik natuurlijk niet meer slapen, omdat ik gewoon fucking dronken was. Toen heb ik nog zitten kloten tot 2-3 uur 's middags. Toen zijn we weer verder gaan slapen. Toen werd ik helemaal brak wakker met hoofdpijn en misselijk. En ja, toen was de kater ingeslagen. Was ik weer nuchter, was de kater. En toen, nou, toen hebben we sushi Bulkebos besteld en Prince Charming gekeken en gechilled. En toen mee geslapen is Stan nog gekomen, want die is naar een wedstrijd gegaan in Volendam. En dat was het letterlijk. Dus dat was mijn dag. Ik heb gewoon helemaal een opgeblazen buik van alle drank en vreet. En daar heb ik ook nog frikandellen zitten vreten toen ik fucking dronken was. Gistermiddag heb ik allemaal eten gemaakt. Ja, het was fucking leuk. Echt, het restaurant was zo leuk. Het was zo'n leuke ervaring. Uitgaan was zo gezellig. Zijn we nog naar Bubbles geweest. Daar waren dus onze vrienden. En het was echt helemaal leuk. En ja, nu zaterdag voel ik me gelukkig weer goed. We wilden eigenlijk gisteravond ook nog uitgaan. Ik had namelijk een borrel van werk. We zouden uitgaan, maar die hebben we geskipt. Want ja, we konden gewoon echt niet. En ik ga nu lekker sporten, as you can see. Dus met de girls. Dus ik moet nu gaan, want anders ben ik te laat. Okay. En dan is het alweer maandag. My god. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het moet zeggen. En het voelt natuurlijk gewoon in herhaling vooral. Met mijn leven. Het gaat gewoon niet goed met mij. Het gaat gewoon niet zo goed of zo met mij. En het voelt gewoon alsof ik een burn-out heb. Ik wil gewoon nergens naartoe. Ik heb gewoon geen energie. Ik moet alleen maar huilen. Ik heb ook zo jank op. En ik moet gewoon rustig aan gaan doen. En ik moet beslissingen nemen die niet leuk zijn. Maar ik moet nu gewoon full focus op mijn school hebben. Gaan afstuderen. Want het geeft me zoveel stress en paniek. En ik kan het gewoon een soort niet uitleggen. Maar ik kan het ook gewoon uitleggen aan Stan of aan mijn vriendinnen. Het is gewoon niet uit te leggen. Maar ik voel gewoon constant de paniek van school. En ik wil het gewoon afronden. En daarna focussen op wat ik echt leuk vind. Dus ik moet gewoon morgen even gaan in gesprek gaan met mijn werk. Dat vind ik heel kut. Dat zie ik echt heel erg tegenop. Maar het is misschien wel even nodig. Ik hoop dat de weekvlog alsnog leuk was. I'm sorry. I don't know what's fucking wrong with me. En ik weet ook niet of het leuk is om naar een vlog te kijken naar, van iemand die zich fucking kut voelt. Dus dat gaat er ook alleen maar door mijn hoofd heen. Maar ja, ik zou het leuk vinden als jullie me supporten. En ik zie jullie snel weer. Doei.